Yummy, 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 yummy. Nou, dan pakt er eentje het aan met de kist. Hier, kan het gelijk in de kist. Ja, pak maar. Zo, we hebben meer nodig, meer kleuren. Weten jullie wat dit is, meiden? Wat dat? Ik weet niet. Spinazie. Spinazie. Nee, weet ik veel. Iets wat de meeste kinderen helemaal niet lekker vinden. Spruitjes. Nee. Je doet het in stampot. Andijvie. Nee. Boerenkool. Ja. Dat is een boerenkool. Ik hier een knijp en dan vallen ze eruit. Kijk, hier heb ik er een paar van deze. Hier heb ik er ook een paar middenin. Mag je hierboven eventjes... Maar ja, als je ze kwijt bent, dan ben je ze dus kwijt, hè? Ja. En zie je hoeveel werk hier eigenlijk voor nodig is om... Jullie kopen een potje bonen. Maar dit moet er allemaal aan vooraf gaan natuurlijk. Wordt dat altijd met hand gemaakt? Niet altijd, maar wel... Hier, probeer het maar eens uit. Maar omdat hier alles natuurlijk zelf gewassen wordt en geoogst wordt, wordt het hier natuurlijk wel... Hier, meiden. Er zit er nog wat in. Oh. Kijk, meiden. Kijk, en dan is dit het werk voor in de winter, 's avonds, als jij je verveelt. Dan kan je die uitzoeken. Kijk, dan kan dit. Doen jullie dat met een zeef of met... Zit deze er ook bij? Ja, we rosten er wel bij. We hebben schooljongens lopen en als die dreigen, als het regent en het is geen weer om buiten wat te doen, dan gaan ze zulke soort karweitjes doen. Of als ze straf hebben. Nee, dat krijgen ze niet. Dat doen ze. Ze vinden het werk te leuk ervoor. Nou, ik weet wel, als er een aantal leerlingen moeten nablijven, dan stuur ik ze wel hierheen. Dat is goed, dat is goed. Zeg jullie ook nog kopen? Gedacht? Nee. Goeie, hè? Nou, doei! Telen alles biologisch. Ja. Eerst waren we een gangbaar bedrijf met graan en aardappels, uien, de standaardboeren. Maar wij vinden het heel leuk om kleine dingen te telen. Dus we hebben zacht fruit en vergeten groentes. Dus snijbieten, aardperen, schorseneren, ramenasjes. Ja, gewoon lekkere vergeten groentjes. Verschillende soorten pompoenen. Ja, vooral in de zomer... verse kruiden, de bladgroentjes. Gewoon dat we het 's ochtends oogsten en gelijk, dat gelijk de winkel ingaat. Dat vinden we belangrijk. Het is vergeten, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En gewoon ja, dat je kwaliteit hebt liggen in de winkel. Ja. Jullie komen weer terug. De vergeten groenten die smaken net zo goed als de niet vergeten groenten. Ja hoor, absoluut. Zeker weten. Maar het is ook een paarse wortel, een gele wortel. Hey, we zijn alleen de oranje gewend, maar er zijn zoveel kleuren wortels. Mensen weten het niet meer hey, dat het er is. Ja. Alsjeblieft. Nou, en dan kun je gewoon even kijken welke kleurtjes jullie leuk vinden. Geel, roze, oranje, kan er allemaal bij. Rood, oranje, kijk maar even meiden. Ja, tuurlijk. Kijk maar even. We zijn snijbieten aan het snijden voor het Yummy Yummy menu. En de meiden die gaan dat allemaal zelf doen. Ze gaan straks ook nog zelf eventjes de... Bonen voor de spread gaan ze zelf pellen, wat ze dus eigenlijk ook nog nooit gedaan hebben. En we zijn bij Bioduin, die hebben alles biologisch en die doen alles 's ochtends. Nu zijn de meiden het dan aan het doen, maar die oogst alles zelf en die... en die verkopen, ja bijna. En die verkopen het dan in hun boerderijwinkeltje, alles helemaal vers. Ja, het staat er heel goed bij, het is echt prachtig. Kijk, de kleuren. Zo mooi om te zien. De meesten denken, oh, groente moet altijd, is altijd groen en geen aantrekkelijke kleuren. Maar die meiden die zijn nu al verliefd op al deze mooie kleurtjes. Dus dat is wel heel mooi. Mooie kleurtjes. Ja, zeker. Door de kleur is het echt wel dat het aantrekkelijker wordt. Want als ik, of ik nou zo'n blad laat zien of zo'n leuk onderkantje met een leuk kleurtje. Dat gaat natuurlijk wat sneller naar binnen. Wat voor kleuren hebben jullie allemaal, meiden? Rood, roze, geel, oranje. Ja, roze vinden jullie helemaal geweldig, hè? Dat is natuurlijk wel leuk. Zo, dit is een heel... Oh,
Dit gaan we ook even meenemen. Voorbeeld. Ja. Nou, een beetje groen erbij. Om het groentegevoel te krijgen. Ja, nu ook. Dan kunnen we bijvoorbeeld met een klas langs. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon helpen. Maar dan zien die leerlingen ook dat het gewoon om de hoek is. Want echt, onze school is een paar meter verderop. En dat het zo dichtbij is. Dat je niet altijd naar de winkel hoeft om groenten en alle andere dingen te halen. Ja. Dat het ook gewoon heel dichtbij op een boerderij kan. En waardoor het verser is en biologisch en ja, word je toch wel wat warmer van dan van een groentewinkel in een supermarkt. Yummy, yummy! Yummy. Mag ik je even uitpluggen? Yummy, yummy! Yummy, yummy! Yummy, yummy! Yummy, yummy! Yummy, yummy! Yummy, yummy.